Jacques, Tatjana, de oude en de nieuwe garde uit de collega's. Ja. Jacques, wat doet dat jou nu? Een film van de collega's? Oh, ik ben heel blij dat niet verdwenen is, dat terug opgepikt wordt. En in een nieuwe stijl, laten we zeggen, een aangepaste stijl. Het was een aangename verrassing eigenlijk. In het theater is het nog eens hernomen bij ons, ik denk 2008 of 2007 of zoiets, in de regie van Michel de Kok, maar ook weer op initiatief van Ben Segers. En dat was eigenlijk een heel geslaagde voorstelling. Als ik het scenario eerst las, dan had ik moeite om de personages uit elkaar te halen, maar in de film is het heel duidelijk. En de film is eigenlijk heel goed, bijzonder goed meegevallen. Hij is zeer goed, zal ik zo zeggen. Vooral de acteerprestaties zijn lovenswaardig. Heb jij een duplicaat van jouw personage in de film gevonden? Een mix, ja. Zowel uiterlijk als innerlijk, zal ik wel zeggen, ja. Tatjana, hoe was dat nu om een rol in de collega's 2.0 te spelen? Ik vond dat een hele eer, of ik vind dat een hele eer. Want ja, ik was nog niet geboren toen dat de collega's eigenlijk op antenne was. Dus ik ben het gaan herbekijken en het werkt nog altijd. En dat vind ik ongelooflijk, dat dat al toch een tijdje geleden is. En je kijkt en je denkt, ja, 40 jaar geleden inderdaad. Dus, en dat nog marcheert, dus dat is wel tof. En dan kwamen zij op de set en dat toch, we moeten dat hier wel te goed doen. Hè? Zijn wel de, ja. En dan ben ik zeker met zo'n druk dat dat hier echt goed moet doen. En dat is mijn eerste film. Dus voilà, ik ben ontzettend vereerd om mee in deze productie te staan. Kan jij in het kort vertellen wat jouw rol precies is in de film, jouw personage? Evie, het is eigenlijk een millennial. Ze werkt, zit op een bureau en puur om op vrijdagavond wat cocktailtjes te kunnen drinken. Wat dat ze doet, dat maakt eigenlijk niet uit. Die wil haar job om leuke kleren, leuke dinges en ze zit daar uren te spenderen om door de dag te komen. Een beetje Betty, ja. Voilà. Zo wat nageltjes veilen, nu ze wat op de gsm zitten en wat tijd verdoen eigenlijk. Hè? Wat ik onthouden uit de stukjes die ik gezien heb, van jij telt van maandag tot woensdag bekom jij van de kater van het weekend en op woensdag begin je af te tellen naar het weekend. Voilà, party animal, ze wilt wat geld om maar op café te gaan, always a party en voilà, heel hard met haar uiterlijk bezig. Maar eigenlijk kijkt ze stiekem op naar het personage van Vele Dobbelaren, dus de boss. En ga jij nu vanavond een feestje bouwen met Jacques? Het zal wel zijn, hè Jacques?